Kijkers, Botlek TV, Link Media. Van harte welkom hier bij Moor. En aan de overkant Murray's Spuistraat in Spijkenissen. En uiteraard, een goede morgen, goede middag, goede avond, afhankelijk van wanneer u kijkt. Naast mij, al een bekend gezicht, filmster uit Spijkenissen. Heeft al in 15 films, heeft ze niet gefigureerd, maar heeft ze de hoofdrol gehad. De maakster van de bronzond Max, die hier aan de Voorstraat bij de slagerij van de familie Levy staat te pronken. Tieneke, vandaag 24 augustus 2023. En we zitten hier gezellig en oké. Maar morgen gaat het gebeuren. 25 augustus. En we hebben het aan de kijkers hebben we het al even vorige keer meegegeven. Jij hebt de opdracht gekregen van de stichting Max XL om Max, de hond, waar het allemaal om draait, waar het allemaal om gaat. De hond die achter is gebleven in 1942, toen de baasjes, Joodse baasjes, werden weggevoerd en nooit meer zijn teruggekomen, alleen achterbleef. Daar heb jij een prachtige hond van gemaakt. Hondsgroot, mensgroot, op een prachtige sokkel. En inmiddels omarmd door de samenleving. Mensen genieten ervan, kinderen wrijven eroverheen, klimmen erop en vragen aan moeder van mama, waarom ligt die hond hier? En dan komt het verhaal. Daar heb jij, ja, dat is de bedoeling en dat is ook goed gelukt. Maar morgen dan de opdracht, die heb je aanvaard om Max nogmaals te maken, maar op een totaal andere manier. Begin daar eerst even iets over te vertellen. Wat heb jij gemaakt? Welke opdracht heb je gekregen? Nou, Joop, jij vroeg mij op een gegeven moment, is het niet een leuk idee dat we nog iets doen met de ruimte waar jij die hond gemaakt hebt? En toen zei ik, ja, ik denk bijvoorbeeld aan een relief op de muur buiten. Want theoretisch gezien kan je eigenlijk er wel van bijna 100% uitgaan dat Max hier door dit straatje ook gelopen heeft. Ja, dit was een oude havenslop. Aan de andere kant had je nog het open water. En inmiddels wel wat nieuwbouw is gepleegd, maar het straatje is op dezelfde plek gebleven, het steegje, als toen. Dus Max heeft hier met vier pootjes door het slopje gelopen. Ja, dus ja, en dan een relief aan de buitenkant, aan de muur, tegenover het café van Murray's. Dat is natuurlijk ook een aardige geste naar de familie Murray toe. Ja, maar het is natuurlijk te laten zien dat Max hier geboren is, toch? Hier binnen in deze ruimte heb ik Max vervaardigd. Het heeft me wel een hoop zweetdruppels gekost. Want het was ook nog eens bloedheet vorige zomer. Plus de verlichting boven je hoofd. Maar ja, goed, het is gelukkig allemaal gelukt. Ja. Ja, want hier voor ons een hele platte doos. Het relief. Ja. Je hebt de opdracht aangenomen. Ja. En je zei van ja, ik moet wel heel snel beginnen. Want het hele proces moet ook naar de gieterij. En daar moet wel plek zijn natuurlijk. Plaats maken om te gieten. Dat gaat morgen dus gebeuren. Op 25 augustus 2023. En jij hebt hem al ingepakt. Het relief gaat naar de gieterij in Waardenburg. Bij? Stijlaard. Hans Stijlaard. Ja. En ik kwam al bij Hans zijn vader. Zo lang ben ik daar al klant. Maar ja, ik ben natuurlijk niet de enige klant, want ze zitten niet op mijn stoel te wachten tot ik eens langskom. Dus je hebt gelobbyd om ervoor te zorgen dat het relief in brons wordt gegoten, om uiteindelijk hier aan de buitenmuur bij Murray's goed bevestigd te worden. Met een paar keilbouten die dwars door de muur heen gaan en aan de achterkant van het pand worden vastgezet. Want we willen hem niet kwijt natuurlijk. Nee. Uiteraard niet. Maar nee, hij wordt gewoon goed aan de muur bevestigd met chemische pluggen. Ja. We hebben hem al laten zien, hè, op tekening. Mocht u dit proces helemaal willen volgen, kijk dan ook naar het vorige filmpje van The Making of Max 2, noem ik het maar eventjes voor het gemak. Prachtige film door Roel van Deursen gemaakt.
Ja, dan hebben we hem hier dus liggen en morgen naar de gieterij. En wanneer wordt hij onthuld? Nou, de bedoeling is 27 oktober dit jaar. Ja, want op 28 oktober 1942 is de familie weggevoerd. Mannen uit moeten stappen in Kossel, werkkamp, daar zich doodgewerkt. En de vrouwen rechtstreeks door naar Auschwitz, de drie dames. En daar onmiddellijk na aankomst vergast. Verschrikkelijk. Ja, zeker verschrikkelijk. En dat is eigenlijk natuurlijk ook het verhaal achter Max. Wat we levendig willen houden, wat we elke keer weer door willen blijven vertellen. En vandaar dat dit relief ook hier aan de muur wordt bevestigd. Want dit is de kraamkamer, zoals jij dat zelf zo mooi noemt, van Max geweest. Ja. En ja, we kunnen eigenlijk niet wachten totdat jij het wassen gedeelte, de wassen penning laat zien. Want we hebben hem vorige keer gezien op tekening. Toen had je een ruwe schets gemaakt. Hoe lang ben je hier nou zo een beetje mee bezig geweest? Poeh, nou, ik heb wel aardig wat uren ingestopt. Ja. En je hebt geen atelier meer? Je hebt ook hier niet gezeten. Waar doe je dat dan? Thuis. Ik heb een hele grote slaapkamer over. Dus ja, daar ben ik een beetje creatief bezig af en toe. En als ik niet, zeg maar, in 3D werk, dan ben ik een beetje aan het schilderen. Of ik ga een leuke jas maken voor de hond. Ja. Ze heeft zelf ook een hond, geen Max, maar een ander prachtig beest. Jij gaat hem uitpakken. Oké. Okay. Okay. Ja! Thuis ook even applaudisseren voor het werk van Tineke. Nou, laat hem alsjeblieft niet van de planken vallen. Het is heel kwetsbaar. Ja, kijk eens, onder tromgeroffel is Max 2 onthuld. En prachtige plaquette, dat is ook de ware grootte. Zo gaat hij dus morgen 25 augustus, voor u is dat misschien al gisteren of eergisteren, naar de drukkerij, wou ik zeggen, maar naar de gieterij. En om helemaal prachtig in brons terug te komen. Maar daarmee zijn we er niet. Althans, ik wel, maar Tineke niet, want die komt natuurlijk niet zo helemaal kant en klaar, komt hij uit de oven en dan kan je hem gaan ophangen. Tineke, je bent hier dus mee bezig geweest van idee tot realisatie. Wat komt daarvoor kijken? Ik heb eerst een schets gemaakt van een herderkop, zeg maar. Niet op ware grootte. Hij was kleiner, maar ik heb hem uit laten vergroten, die schets. En toen heb ik de tekening overgebracht op een wasplaat. Die had ik al zeg maar op deze plank geboetseerd. En vervolgens ben ik zeg maar met plukjes was dat zeg maar uit gaan werken. Zodat je dus een beetje een relief krijgt. Dit is een laag relief. Ja, dan heb je het relief. Maar dan, want dan gaat hij naar de gieterij. En ik heb het proces een keer meegemaakt. Dan komt hij natuurlijk niet helemaal puntje gaaf eruit om aan de muur te hangen. Nou, in de bronsgieterij wordt er een rubbervorm opgemaakt. En in die rubbervorm gaan ze een hol wasmodel maken. Zo heet dat. Dan penselen ze dus vloeibare was in de rubber. Tot een bepaalde dikte, ongeveer een centimeter. En dat wasmodel, dat moet weer afgewerkt worden. Want er kunnen wel eens luchtbellen ontstaan tijdens het proces. Of oneffenheden. Of het kan toevallig iemand net met zijn duim erop gezeten hebben. Dat moet allemaal dan even nagekeken en verder afgewerkt worden. En dan gaat de bronsgieter er aangietkanalen en ontluchtingskanalen aanzetten. En dan wordt het hele zaakje ingepakt in een mengsel van gips en gravel. En dat pakket dat gaat vervolgens in een oven, een uitstookoven. En die wordt ongeveer 600, 650 graden warm. En dan loopt de was uit de vorm. En in die vorm, die dan een holle vorm is dat. Dit is op zich nog een vrij simpele vorm. Daar wordt vloeibaar brons ingegoten van bijna 1200 graden.
Ja, maar en dan? Dan is die nog niet af, want dan moet je mee naar huis nemen. En ik neem aan dat je dan moet gaan schuren, plamuren. Wat moet ik daarbij voorstellen als leek? Nee, als het gegoten is, dan heeft het ongeveer nog een dag nodig om af te koelen. Anders krimpt het te hard. Dan krijg je overal scheuren. En dat wil je natuurlijk niet. En dan worden op de gieterij de aangietkanalen en de ontluchtingskanalen eraf gezaagd. En ook eventuele oneffenheden, krimpscheuren, flenzen, weet ik veel. Er zit altijd veel werk aan. Maar wat voor werk heb jij er dan nog aan? Kijken of dat allemaal goed gaat. Vroeger deed ik dat allemaal zelf, maar dat doe ik niet meer. Dat is me te zwaar. Hoeft niet gepolijst te worden of wat dan ook. Want kijk, nu is die zwart van de was. Hij komt er op een bepaalde manier komt hij eruit. En er zijn keuzes in het patineren om in contrast met de muur, de witte muur waar die op komt te hangen, om hem goed eruit te laten komen. Dus dat er ook nog een soort schaduw in komt, heb ik begrepen. Doordat er wat veegjes op zitten of wat dan ook. Dat doe je zelf of gaat het ook in de gieterij door Hans Steylaert? Ik zeg tegen de gieter, lopen daar meerdere mensen. En omdat ik er natuurlijk al zo lang kom, weten ze wat mijn voorkeuren en wat ik niet mooi vind. Dus ik zeg welke kleur ik wil hebben. En zij hebben dan een mengsel van zeg maar salpeterzuur met daarin opgelost, als die groen zou moeten worden, koperoxide. Bruin ijzeroxide. Zo kun je allerhande kleuren daar op smeren. En ook meerdere lagen over elkaar. Dus dat is ook weer een onderdeel van dat proces. En eigenlijk wel een vak apart ook. Ja, dat is een vak apart, maar dat geldt natuurlijk ook voor de kunstenaar. Dat geldt voor een ieder die op zijn of haar manier hierbij betrokken is. Je hebt nog een verrassing voor de kijkers. Want we weten inmiddels bij Leven en Welzijn wie de onthulling gaat verzorgen. Hier in Spijkenissen, dames en heren, op 27, en dat is op een vrijdag, dus niet op de 28e, want dat is Shabbat. En dan weet u al misschien een klein beetje uit welke hoek de persoon gaat komen die hier de onthulling gaat doen. Een heel bekende Nederlander die veel heeft betekend en nog steeds voor het in leven houden van de gedachtenis aan de Holocaust. Ik heb contact gehad met Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nooit meer Auschwitz-comité. En die heb ik gevraagd of hij de onthulling zou willen doen. En ook gezegd dat het comité Max XXL dat een hele grote eer zou vinden. Nou, dat vindt de stichting zeker een hele grote eer. We zijn ontzettend blij dat Jacques Grishaver uit 020 naar 0181 wil komen. En de man heeft natuurlijk zo ontzettend veel werk. Is zo begaan met hetgeen wat er allemaal is gebeurd. Is nu bezig met een reis voor te bereiden naar Auschwitz, maar niet alleen Auschwitz, maar naar Bergen-Belsen. Al die andere concentratiekampen, vernietigingskampen, waar de mensen om het leven zijn gebracht. Hij heeft een prachtig monument, heeft hij doen laten realiseren in Amsterdam. Hoe heet dat? Het Namenmonument. En dat is ontworpen door Daniel Liebeskind, een hele belangrijke architect. Heeft ook onder andere het Namenmonument in New York verzorgd van 9-11. En in Amsterdam is het gewoon een heel mooi monument geworden, waar dus zoveel mogelijk de namen van de mensen die bekend zijn, die in de tijd zijn afgevoerd, daar op een steen allemaal namen gelezerd. Onder andere ook van de familie Levy. En niet alleen van de familie Levy, maar ook van veel andere Joodse mensen hier van Voorne Putten. Die zijn daar met hun naam vereeuwigd. Want als je naam niet wordt genoemd, dan ben je pas echt dood en overleden.
Tineke, hartelijk dank voor alle tijd die je hebt genomen. Niet alleen voor de kijkers van Botlek TV en Link Media, maar ook natuurlijk namens de stichting MaxXL. We kunnen je niet genoeg bedanken voor het werk wat je verricht, op de wijze waarop je dat hebt gedaan. De vakbekwaamheid die uitstraalt over ons allemaal hier in Spijkenisse en Nissewaard. Vanuit deze prachtige relief en het beeld. Beste kijkers, u bent weer op de hoogte. En we zien u hopelijk op 27 oktober van dit jaar. Is het niet hier in de Spuistraat, dan is het wel op een andere wijze en op een andere dag. Tot ziens.